Een korte agenda, maar 3 punten, waarvan 1 de agenda. Het verslag, dus we zijn er vrij snel mee rond, normaal gezien, maar je weet nooit. Het eerste punt op de agenda is het verslag van de vorige keer. Heeft iedereen dat gekregen en gelezen? Zijn er vragen of opmerkingen over? Ik zie toch niks, ik hoor niks. Dus dat is bij deze in orde dan. Ja. Ja. Oké, het eerste punt dat erop staat is aangepast organigram. Dat zal Veerle samen met Els uitleggen. Ik weet niet wie daar wil beginnen. Ja, oké, ik zal starten. Ja. Dank je wel, Koen. Inderdaad, een aanpassing van het organogram. Jullie hebben dat allemaal doorgekregen. Je gaat zien, dat zijn enerzijds wat structurele aanpassingen, gewoon een aantal zaken of functies dat we verschoven hebben, omwille van dat de ervaring leerde dat dat niet zo vlot liep, hoe dat nu was, en dat dat beter dan bijvoorbeeld onder een andere afdeling zou staan of zo. Dan zijn er ook een aantal beslissingen genomen in verband met pijnpunten in de organisatie, zaken waar dat we voelden dat we op dit moment nog tekort schieten. Bijvoorbeeld aansturing van onderwijs is daar een van. Je hebt dat zien terugkomen, dat we daar extra gaan op inzetten. En ook de ondersteuning van de algemeen directeur is ook wel iets dat we verder willen uitbreiden en op een andere manier willen aanpakken. Nu, als het voor jullie goed is, zal ik jullie door dat organogram eventjes door de wijzigingen loodsen. En dan kunnen jullie altijd vragen stellen indien iets niet duidelijk. Deel ik het of hebben jullie het allemaal openstaan op de PC? Misschien even delen, hè. Dat is makkelijk. Is delen? Ja. Ja, dat is misschien het beste. Oké. Zien jullie het? Absoluut, maar nu wat groter, Els. Bij mij staat het op het grootst. Ah, shit. Oké, ja. Goed. Ja? Ander wordt oud, hè. Ja, dat is maar een gedacht. Oké. Op pagina 1, daar is vooral de wijziging, de verticale zuil onderwijs, dat daar bijgeplaatst is. Hè. Je ziet daar grondgebiedszaak, leven en welzijn, ouderenzorg. Zo stond het in het vorige organogram. Nu is daar echt een cluster onderwijs bijgekomen. Voor de rest zijn daar geen wijzigingen op deze pagina. Dan, hoe dat ik zei, de aansturing of de ondersteuning voor de algemeen directeur. Daar hebben we de keuze gemaakt om de mensen die nu op dit moment het secretariaat doen, dus mensen die met een notulen bezig zijn, dus vast bureau, de raad, college, die gaan rechtstreeks aangestuurd worden door de algemeen directeur. Dat gaat over 1,8 administratief medewerker. En dan de beleidsondersteuning, beleidsmedewerker, die hebben we uitovend gezet en we gaan naar een andere ondersteuning voor de algemeen directeur en dat is projectmanager organisatiebeheer. Wat houdt dat eigenlijk in? We willen eigenlijk inzetten op verschillende facetten van de interne werking, waaronder bijvoorbeeld organisatiecultuur, processen en systemen. We zien bijvoorbeeld dat er dus de cultuur heeft te maken met integratie OCMW gemeente en we merken dat ieder wat zijn eigenheid had en daar moeten nog wat projecten rond opgestart worden om onze medewerkers dichter bij elkaar te brengen. Ook naar processen en systemen. We merken dat de ene dienst daar al veel verder staat dan de andere en we willen dat ook allemaal een beetje uniformiseren en daar dan ook de nodige begeleiding voor geven. Ook naar organisatie zelf, de feedbackcultuur, het project- en planmatig werken. Dus dat daar eigenlijk over organisatiebreed een beetje kwaliteitszorg wordt gedaan en die aansturing zal vanuit die projectmanager organisatiebeheer gebeuren. Rechtstreeks in staf van de algemeen directeur. We hebben dan ook de communicatiedienst onder die projectmanager gezet. En de communicatiedienst is ook met een halftijdse FTE uitgebreid. En dat heeft te maken dat we nog meer willen inzetten, zowel op externe communicatie, maar ook interne communicatie. Dus dat zijn de aanpassingen onder staf van algemeen directeur. Op de financiële dienst zijn er geen wijzigingen, dus pagina 3 niets gewijzigd. Pagina 4 bij AGRM ook eigenlijk niet onmiddellijk grote wijzigingen, alleen de cateringverantwoordelijke. Dat zijn 3 personen, dat gaat eigenlijk over Jan Vos, Nancy Bogaerts en Berna van den Bossen. Dat zijn mensen die dat eigenlijk instaan voor catering bij grotere initiatieven, ook bij huwelijken, jubilarissen. Die gaan een andere taakinhoud krijgen. Dus als daar een streepje door staat, wil dat zeggen dat uitovende functie
functies zijn. En dat ga je later onder vrije tijd zien terugkomen. Dat worden eigenlijk nu de zaalwachters. Dus die takenpakket blijft hoe dat het nu is ingevuld, maar met uitbreiding van ook toezicht op de zalen en meer controle naar de verenigingen. Dus bij vrije tijd komt dat dan nog aan bod. Dan heb je interne zaken. Bij interne zaken, daar is de communicatiedienst dan eigenlijk weggenomen. Hè. Hebben we dus in staf van die projectmanager onder leiding van een algemeen directeur. En hier bij IT zie je daar ook de B1, B3 functie uit de oven staan. En daar heeft het bestuur geopteerd voor een B4, B5 functie extra te voorzien. Heeft eigenlijk ook te maken, we hebben al de laatste jaren een groot verloop binnen die functie gekend van deskundigen, omdat daar natuurlijk ook de concurrentie met de privémarkt speelt. En daarom hebben we een opwaardering van die functie voorzien naar B4, B5 niveau. Grondgebiedszaken zijn er op dit moment geen wijzigingen. Dus pagina 6 en 7 kunnen we overscrollen. En dan komen we bij leven en welzijn. Daar is de afdeling samenleving en afdeling burgerzaken zijn er ook geen wijzigingen. Maar je ziet daar wel dat die twee afdelingen door een B4, B5 worden aangestuurd. Dat gaan we ook doortrekken naar de vrije tijdssector. En je ziet daar bij de bibliothecaris op B4, B5 is ook een uitovende functie. Met uitoven bedoel ik wel altijd die functie blijft ingevuld, zolang dan natuurlijk onze bibliothecaris in dienst is, wanneer dat die de organisatie zou verlaten, om welke reden dan ook, of door zou schuiven naar een andere functie, gaat die functie niet meer ingevuld worden in die hoedanigheid. Dus bibliothecaris B4, B5 uitovend, zodat er ook één B4, B5 aansturing komt van de vrije tijd. We hebben wel bij de bibliotheek, bij deskundigen, B1, B3, daar zijn we van 1 FTE naar 2 FTE gegaan, zodat die uren van die bibliothecaris niet helemaal weg zijn. Want die uren worden natuurlijk de dag van vandaag ook gepresteerd, maar we gaan dat meer op deskundig niveau gaan invullen. Wat ik zei, bij AGRM zag je dat de poets- en cateringverantwoordelijken uitovend waren. Hier zie je die eigenlijk terugkomen. Dat worden dus zaalwachters, aangestuurd onder vrije tijd. En in plaats van 3 FTE's worden dat 4 FTE's. Zodat die mensen echt een poelen kunnen worden, die dat dus eigenlijk toezicht op de zalen gaan houden, cateringtaken gaan doen, nog een beperkt deeltje onderhoud. En ook de estafettedienst gaat daar een deel van opmaken. Maar bij afwezigheid dan van iemand is er altijd uit een poelen dat kan genomen worden, zodat ze elkaars dubbeluren kunnen zijn. Je had hier in het vorige organogram nog een vierde cluster en dat was onderwijs en opvoeding. Onderwijs wordt een aparte cluster, komen we later op terug. En opvoeding, daar was enkel het huis van het kind. En het huis van het kind, omdat daar vooral raakvlakken zijn met de vrije tijdssector, hebben we dus ook die maatschappelijk werker onder de vrije tijdssector herplaatst. Dat zijn de wijzigingen hier. Dan iets helemaal nieuw, dus de aansturing van het onderwijs. Wat er daar eigenlijk wel in ons vorige organogram een deskundige onderwijs, maar we merkten toch, dat was een halftijdse functie, dat dat in de praktijk heel moeilijk was. En zeker als we over aansturing van die directies praten, ja, in hiërarchie, een MB-niveau kon eigenlijk naar aansturing naar directeurs of evaluatie van directeurs niet veel betekenen. Daarom hebben we geopperd voor een coördinerend directeur op A4A, A4B-niveau. De deskundige is ook uitovend onderwijs en daar gaat vooral ondersteuning komen vanuit de medewerkers die nu door het ministerie van Onderwijs betaald worden. Denk aan Rita Rubrecht en de administratieve in de scholen. We hebben uiteraard 3 basisscholen. We hebben onze technische school en we hebben onze academie. En in de academie is er 1,26 FTE administratief medewerker dat we voor rekening van de gemeente nemen. Dat is niks nieuw, alleen die functie coördinerend directeur is dus een nieuwe functie. En dan voor het woonzorgcentrum is er ook niks gewijzigd. Dus dat zijn de aanpassingen aan het organogram. Ik weet niet of daar vragen of bedenkingen over zijn. Ja, over die coördinerend directeur. Wat wordt precies de jobinhoud van die persoon? Bij coördinerend directeur, nu de functiekaart moet nog opgemaakt worden, maar wat is eigenlijk wel het doel, is eigenlijk echt wel de directeurs meer aan te sturen. We hebben nu een beetje de kloof onderwijs, die eigenlijk altijd een beetje op hun eigen eilandje
ja, functioneerde. Hè, en we willen die eigenlijk toch meer betrokken bij ons bestuur maken. Dat gaat zowel naar ondersteuning qua budgetten, maar ook bijvoorbeeld... Je hebt een communicatieluik bij de basisschool. Dat gebeurt bijvoorbeeld niet voor de 3 scholen op dezelfde manier, om dat meer aan te sturen vanuit die coördinerend directeur, zodat we eigenlijk ook uniform voor die 3 scholen dezelfde zaken kunnen aanreiken en op dezelfde manier bijvoorbeeld kunnen communiceren. Dus veel meer naar samenwerking gaan en naar ondersteuning, maar ook naar evaluatie en functioneren mee, begeleiden naar het onderwijs en personeel als daar evaluaties of functionering moeten gebeuren en ook de directeurs daarin ondersteunen. Een beetje zo in een notendop waar we naartoe willen. Els? Ja. Ja, Gerda hier. Ja, in verband met die catering, wordt daar iemand extra bij aangeworven? Of ja. Dus we hebben altijd, dus we hebben daar 4 FTE's voorzien. Ja. De bedoeling is dat daar inderdaad iemand extra wordt aangeworven. En ook weer hoe dat we de procedure altijd doen, eerst bij interne mobiliteit. En dan pas als daar geen kandidaten zijn, extern. Dus dat zal naar 4 FTE's gaan, dat klopt. En zij verzorgen dan ook nog catering? Ja, de bedoeling is dat dat takenpakket wordt opgebouwd. Dus hun cateringtaken blijven zij eigenlijk behouden. Dan het zaalwachtergegeven. Dus s'avonds tussen de verenigingen, dat daar toch meer controle is. Aansturing, dat zij daar gaan kijken. Als bijvoorbeeld vereniging A gedaan heeft, is alles in orde. Vereniging B komt, zal ook weten als er iets misgaat. Ook estafettendienst zou daar een deeltje onder gaan. Want iemand van die cateringverantwoordelijke doet dat nu op dit moment in haar takenpakket. En vooral gewoon dan om die blures van elkaar te kunnen zijn. Zowel dan naar sport als cultuurinfrastructuur. Waar heb ik nog? Els? Ja? Hoeveel nieuwe aanwervingen zijn er dan uiteindelijk? Wacht hoor, dan ga ik het eventjes moeten... Dus bijvoorbeeld die halftijdse van communicatie, je hebt daar die uitoefende functie van onderwijs, is eigenlijk een kief-kief. Dit is ook een uitoefende functie, hier komt er eentje bij, dat is natuurlijk die A4A. Het is niet altijd te vergelijken, omdat soms eigenlijk een wissel van functies, maar dat het niveau wel kan veranderen. Hè, ja. Als je ziet naar de formatie, ga je zien het vorige organogram tegen dit organogram, is, ik dacht, 1, wacht, ik ga het er eventjes... 1,3. Ik denk... 1,3. Ja, 1,3 FTE wordt er bijkomend voorzien. Ja. En daar is al een financiële berekening van gemaakt. Ja, dat zit mij eigenlijk al grotendeels in het meerjarenplan verwerkt. Wat dat jullie straks hierna gaan... Ik had nog een vraag, Kels. Ja. In verband... met de coördinerend directeur, is dat een profiel vanuit de school? Dus zou dat een directeur zelf zijn? Of iemand met zo'n profiel? Of eerder iemand dat daar een pedagoog of meer een academische directeur, dat daar qua profiel wordt veranderd? Goh, we hebben daar nog niet heel specifiek vereisten van diploma's tegenover gezet. Ik denk dat dat vooral iemand is met management skills. En dat dat niet zozeer iemand van... het zou kunnen dat daar een directeur voor op staat, hè, als we dat openstellen, zou kunnen. Maar we hebben nog geen afbakening van diploma's gedaan. Dus ik denk dat het vooral nu, hoe dat wij het in ons hoofd hadden, of hoe dat wij de functie zien, dat het iemand moet zijn met management skills... maar nog niet, ik kan het nog niet specifieren. Ja. Ik had nog een tweede vraagje, ook een beetje meer algemeen. De mensen die ooit al in het college hebben gezeten, of al langer meedraaien, zijn daar misschien heel erg mee vertrouwd. Maar met al die functieniveaus wordt dan nog wel redelijk mee gegoocheld, maar ik kan me er eigenlijk moeilijk iets bij voorstellen, wat dan een B1, een B3, een C2, C4, dat ken ik maar. Als dat er wel die functieniveaus, dat dat zich juist verhoudt eigenlijk. Dus is dat mogelijk om dan een keer iets van deur te sturen? Ja, dat dat een beetje duidelijker is wat dat juist inhoudt eigenlijk. En wil je dat dan vooral naar, want bijvoorbeeld het onderscheid is er vooral naar diplomaverwachtingen dat we hebben naar functies. Hè, en dat ligt bij overheid vastbepaald, dat diploma is dat niveau. Of wil je dan ook een overzicht hebben, echt een keer zo van, in welke weddenschalen begeven die mensen zich?
Well, als het moeilijk is van allebei. Ah, dus dat is gewoon gemakkelijk, als dat toch vast ligt. Kan dat door? Ja, dat ligt vast. Dat zijn vaste gegevens. Dat zijn vaste gegevens. Eigenlijk moet je ervan uitgaan, Koen, E- en D-niveau zijn geen diploma-voorwaarden. C-niveau zijn mensen dat secundair onderwijs gedaan hebben. B-niveau zijn mensen dat hogeschoolniveau gedaan hebben. En A-niveau zijn universitaire. Nu, enkel bij bevordering wordt er afgeweken van die diploma-voorwaarden. En omdat je dan interne mensen kansen wilt geven op basis van ervaring. Maar eigenlijk, als je bij aanwerving is dat, maar ik ga het u zeker op mail zetten. En ik zal dan ook, want die ken ik niet van buiten, de weddenschalen eraan koppelen. Ja. Super, dank u. Bart, ik zie bij u nog een handje. Had ik ook een vraag? Bart? Excuseer, mijn micro stond af. Wat is de huidige bezetting bij communicatie? Op dit moment zitten ze daar met, wacht Bart, nu moet ik, met twee FTE's. We zitten daar met één iemand dan nog vanuit het OCMW, dus Sandra Goosters, ik ga het gewoon bij naam en toenaam. Dan heb je Anne van den Boogaert, dan normaal voltijds werkt, maar nu halftijds, heeft loopbaanonderbreking. En dan Elke Koremans vult die halftijds die functie in, dus twee FTE's. Dank je. En Mirjam de Man, dat eigenlijk ook wel wat administratieve ondersteuning, maar die staan niet meer onder communicatie. We hebben die bij de secretariaatsmedewerkers, omdat die toch ook wel een aantal taken los van communicatie doen, meer op secretariaatsniveau. Dus eigenlijk twee FTE's. Dank u. Dank je wel. En hebben we er eens nog vragen? Voor Els? Ja, als je dat naar Koen van Hoofd stuurt... Of dat je dat ook naar mij zou willen sturen? Naar maar ik zal het naar de GRC. Ik zal het hier naar GRC mee sturen. Dan heb je allemaal die gegevens. Oké, perfect. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Els, wilt je dat naar iedereen van de gemeenteraad sturen? Dat zal wel. Ja. Komt in orde. Oké. Zijn er nog vragen? Veerle, ik zie bij u een handje. Is dat per ongeluk of is dat... Ja. Ik wou gewoon even aanmerken tegen de leden van de GRC. Nu dat we onze specialist ter zaken in ons midden hebben, Els van Praat, of andere technische vragen zijn, waar ik als schepen ook niet onmiddellijk kan op antwoorden, ja, dat ze dan nu gesteld worden, of dat je ze dus nooit nog schriftelijk stelt, maar op gedetailleerde technische dingen kan ik ook niet onmiddellijk op antwoorden. Maar als er nog vragen zijn voor Els... Ja. Het is nu in ons midden, om het zo te zeggen. Voor de rest blijft het stil, dus dan denk ik dat we rond zijn met de vragen. Bart, zie ik nog een handje staan? Of, Dus van de rest denk ik nog. Ah. Ja, het is weg. Oké, Els, bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. Ja, overzicht. Els, bedankt. En goeie graag gedaan. Avond. Tot de volgende dag. Oké, dan rest er nog ons nog één punt. Punt van Dini, zoals gevraagd ook door sommigen, om even de Londerzeelse winter uit te leggen. Ik denk dat Dini daar een heel overzicht van heeft. Dat best kan toelichten. Ik zal hier even delen. Hè. Ik zal even delen. Kunnen jullie dat zien, Dees? Yes. Oké. Okay. Voordat ik eraan begin, ga ik toch even zeggen van... Dit is Londerzeel Verenigd komt eigenlijk ook een stuk, een heel groot stuk vanuit. We hebben een reguliere werking, waar wij eigenlijk niet zo heel veel mee konden doen, wegens niet corona-proof. We hebben dat willen ombouwen naar corona-proof. Dus dat is met budgetten ook gebeurd. Dat eigenlijk vastlagen, maar waar we op dit moment niet konden mee werken. Dus hebben we dat in deze verlicht gestoken. En vandaar komen dus docenten. Dat komt niet op de gemeenteraad, maar omdat het toch op de gemeenteraad een vraag was. En ik begrijp dat ook, zeker en vast. Wou ik dat toch even ook toelichten op deze GRC. Nu, Londerzeel Verlicht, dat zijn verschillende projecten. Dat is ook overkoepelend van verschillende diensten. Je zult ze beter in de projectfiches willen zien welke mensen dat er allemaal hebben aan gewerkt hebben. En je gaat dat zien dat dat eigenlijk van over al onze diensten zit. Programmatie was vooral gericht op drie pijlers. Acties gericht op beleving
een programmatie aanbieden aan onze Londerzeelse inwoner dat corona-proof was. Ook wel belangrijk waren die acties voor die specifieke doelgroepen. En dan ook heel belangrijk proberen zo goed mogelijk te communiceren met onze Londerzeelse burger. Ik ga ze echt project per project voorstellen. Er staan ook budgetten onder. Als er geen budget onder staat, wil ik ook zeggen dat het gewoon uren van ambtenaren is, van medewerkers, en niet dat er, echt, dat er niet direct geld voor moet op tafel gelegd worden. Dus een van die acties, dat is een actie gericht op beleving, was het magische wandelparcours, eigenlijk een verlichte wandeling in Londerzeel. Het was een beetje de bedoeling om te proberen een zo magisch mogelijk parcours, wandelparcours, op te zetten. En vooral die samenwerking tussen culturele, sportieve verenigingen, ook die interactie proberen op poten te zetten. Ik moet zeggen, er hebben heel veel verenigingen, vooral cultuurverenigingen, ook kunstenaars hebben meegewerkt aan op het wandelparcours, die QR-codes. Dus als je gaat wandelen en je hebt je gsm mee en je gaat naar die QR-code, dan gaat je ofwel een concertje zien ofwel een voorstelling zien. En er was heel veel mensen dat daar wilden aan meewerken. Dus dat was heel positief aan dit verhaal, als we dat lanceerden. Ook we hebben gezien, ja, er waren heel wat lichtinstallen. We wilden wat gebouwen in de picture zetten tijdens de wandeling. Natuurlijk, goede koop is dat niet. Je zult dat straks wel zien in het budget. Maar het geeft wel een meerwaarde en het geeft toch wel het gevoel van solidariteit in onze gemeente. Het is wel een afgebakende route, omdat ja, we willen dat toch wel een beetje centraliseren, dat dat verlichting toch optimaal naar voren komt. En daarom wouden we ook niet versnipperen. Ook gezien de middelen wouden we toch wel zorgen dat dat wat gecentraliseerd was. Dus het ontwerp van de route, dat was ook plan 1. Dat was een routeplan opmaken met die diverse lussen en linken. En ook die deelgemeentes, we wilden die deelgemeentes ook die richting uitkrijgen. Dus via die trage wegen wouden we zo een routeplan opmaken. Wie is daarmee gestart? Tim is daarmee gestart. Was er wat de verantwoordelijke van dat punt. En dat was rond in eigenlijk eind oktober. Half november heeft hij dat plan dan opgemaakt. Een lichtplan opmaken, dat hebben we ook wel gedaan. Samenwerking met de leveranciers van de verlichting. Dan bedrijven en diensten aanspreken om... ja, om dat werk uit te voeren, de implementatie en dan de presentatie van het project. Dat was hier, dat kun je hier zien in de projectfiche. Nu, die lichtinstallaties, ja, dat is een duurste aankoop geweest, hè, omdat we toch al die verlichting moesten voorzien. Dat was €8.000. En dan ja, hoort daar toch nog wel hier en daar ook nog ander divers materiaal bij, en dat was een €3.000. Dus deze actie, die verlichte actie, dat, ik denk dat die de duurste is. Dat kwam op een €11.000. Dat komt ook uit de reguliere werking, zoals ik er juist had meegegeven. Communicatie van dat magisch parcours is via de nieuwsbrief, website, sociale media, ook het lidscherm. En dan Londer ons een folder. En dat is een beetje voor alle kanalen, maar dat is eigenlijk zo hebben we geprobeerd om iedereen toch te kunnen bereiken. Wat was een volgend project? Dat was de outdoor rollerschaatspiste. We hadden het idee van die BMX-piste op de Beemden. Hadden we zoiets van, kunnen we toch ook niet zorgen dat ze in de winter, ook met hun kinderen, soms willen ze iets anders doen dan wandelen met hun kinderen of fietsen. Daarom hadden we gezegd van, oké, goed, we gaan proberen op een parking een outdoor rollerschaatspiste te voorzien. Dat de kinderen daar op een leuke manier kunnen rollschaatsen. Dat zou ook tijdens de wintermaanden, en dat is vooral gericht op onze jongeren onder de 12 jaar. Het is natuurlijk, ja, wij gaan dat ook niet uitbaten. Het is een beetje hetzelfde principe als het BMX-park. We gaan daar niet meer rolschaatsen staan of zo. Het is de bedoeling echt, als je graag eens iets anders wilt doen, zoals ik zeg, als wandelen of fietsen, dat je eigenlijk, dat is op de parking achter het Walschaphuis, dat je daar terecht kunt. Om met uw kids iets anders te doen als te gaan wandelen op fiets. We kunnen ook wel zien wie dat daar een beetje de trekker van was, wie dat de uitwerking gedaan heeft. Dus je ziet dat hier toch wel heel wat mensen terug aan zet waren om daar iets van te maken. Qua budget, zit dat echt, allee, daar zit geen budget tegenover.
Dat is een beetje... ik denk dat er nadaars gezet zijn, dat er een start getekend is en zo, dat ik iets, waar ik iets kunnen starten. Dus, maar qua geld stond daar niks tegenover. Nu, het pimpen van die elektriciteitskasten, daar is ook op de gemeenteraad iets over gezegd, omdat dat ook even aan bod gekomen is op het college. En ik denk dat Koen daar op die moment iets over zei. Ja, dat was dus vanuit zijn punt. Hij had aangegeven van, kijk, kunnen we daar toch niks mee doen? Ik denk vorig jaar ergens. En inderdaad, wij wouden dat brengen in cultuur op school. Wouden we daar iets mee doen. Maar dan is corona uitgebroken. En dan de scholen waren zelfs dicht. Dus dan is dat een beetje de achtergrond gegaan. Maar natuurlijk, dat project, we hadden dat ook gezegd, van kijk, we willen daar echt iets mee doen. Hebben we dit project toch terug opgepikt in onze Londerzeelse winter. We dachten van, misschien is hier wel een moment om daar iets mee te doen. En zoals ik dat ook op de gemeenteraad had gezegd, willen we ofwel leuke ontmoetingsplaatsen projecteren op die kasten, ofwel misschien, als dat van in een straat is, en als we daar een oude foto hebben van de neemkundige kring, zouden we eventueel kunnen die foto's gebruiken om op die elektriciteitskasten te zetten. Nu, bij Fluvius is die een aanvraag gedaan en wij hebben ook die goedkeuring gekregen. Er kan verfraaiing komen op die elektriciteitskasten, dat is oké. We moeten ook nog met die firma een prijsbepaling en de timing afspreken. De beelden bepalen, dat moeten we ook nog op het college zetten, maar alle ideeën van jullie zijn zeker welkom. We willen daar ook zeker rekening mee houden en ook eens bekijken wat de mogelijkheden zijn. Welk budget is hiervoor voorzien? Dat is ongeveer een 3.500 euro, omdat het toch zou komen op een 200 euro ongeveer per kast. En dan zou dat ongeveer op dat budget uitkomen. Wat hebben we nog opgestart? Is de nieuwjaarsconcerten bij Kaarslicht. We willen daar eigenlijk na nieuwjaar mee starten. Dat is een beetje vanuit onze cultuurdienst dat we daar werk van maken. Want dat is Monique van den Ede dat dat gaat trekken. We willen 4 concerten geven en dat is dan vooral gericht op naar onze kerken toe misschien, om daar iets te organiseren. En dat een beetje verlichten, ook een beetje leuker maken. Het is een beetje op de manier waarop dat we ook die terrasconcerten hebben gezien met de middenstand. We willen nu gaan naar ingetogen nieuwjaarsconcerten in onze kerken. Indien mogelijk natuurlijk. Het zal altijd afhangen van welke maatregelen dat er op dit moment worden genomen. Dan is natuurlijk boeken van artiesten, een beetje een plan opmaken hoe dat we de kerk gaan inkleden. We moeten kaarsen voorzien. Allee, er komt toch wel wat bij kijken. En daar rekenen we op een kostprijs van ongeveer een 2.500 euro voor de artiesten en een 1.000 euro om de kerken in te kleden. Dat zou ergens van start gaan, half januari is de bedoeling. Dan hebben jullie al een stukje gezien op de gemeenteraad, omdat daar ook een reglement tegenover staat. Omdat we zagen ook van, ja, wij hebben niet het geld om heel ons dorp en alle gebouwen te gaan verlichten. Hadden we zoiets van, ja, misschien als de mensen in buiten onderzeel gaan wandelen, is het ook wel leuk om verlichting te zien, om in een leuke sfeer te kunnen gaan wandelen. En daarom was het eigenlijk het idee om onze buurten, want wij hebben toch wat buurtcomité's, die dat deze zomer stilgelegen hebben, omdat het niet echt aan de orde was om buurtfeesten te gaan organiseren. Hebben we ook van die centen dat daarvoor liggen niet zo heel veel mee kunnen doen. Hè. Er waren geen buurtcomité's dat iets starten. Dus daarom hadden we gezegd van, kijk, misschien kunnen we daar toch die buurten aanspreken, die mensen aanspreken om te zeggen... Mannen, probeert jullie buurtcomité in gang te zetten. Probeert die solidariteit te zoeken en samen een leuke straat te maken, hè, met een leuke verlichting. En daar zouden we dan ook iets aan koppelen. En dat was dat reglement dat op de gemeenteraad. En het is de bedoeling om tegen het einde van deze actie een onschuldige kinderhand, degene die meegedaan hebben... eruit te trekken. En zo krijgen zij dan, en dat was dan het reglement, zo krijgen ze dan een 500 euro cadeau om bij de volgend buurtfeest ergens een traiteur of een foodtruck
te kunnen voorzien. Dat is een beetje het idee van dit verhaal in Londerzeel verlicht. Dan is het een beetje, deze was van de Sint. Dat is natuurlijk nu, ik denk dat achter de rug is. Maar goed, we moesten dat ook wat corona-proof maken. Dus daarom hadden we gedacht van het ja, een beetje digitaal en via een filmpje toch proberen onze kinderen te bereiken. Het is natuurlijk niet evident in deze tijd. En de regels waren ook op die moment streng als we het aan het organiseren waren. Dus het was niet evident. Maar ik denk onze dienst lokale economie heeft er echt alles aan gedaan om toch nog de sfeer en het gevoel van de Sint in ons dorp binnen te krijgen. Er was ook niet specifiek een budget aan gekoppeld. Dan de warme shoppingdagen, dat komt ook vanuit onze dienst lokale economie. Daar is de bedoeling om toch wel een beetje in ons dorp die muziek en een decoratie, ja, kerstverlichting zal ook van de handelaren zelf, maar ook van onze gemeente hebben we geprobeerd ook te pimpen. Hè. Dat komt ook een beetje vanuit die verlichte wandeltocht dat ons dorp toch wel wat opgelicht is, maar ook de kerstverlichting in de deelgemeentes. Ook wat decoratie. Het is wel vanuit de handelaars zelf ook een beetje gevraagd om niet nog extra te voorzien rond hun winkel of zo. Maar goed, dat is iets dat ze vanuit hun zelf, is die randactiviteiten, hadden ze liever niet voorzien. En dat was op vraag van de lokale handelaars. Is er nog iets? Ja, dan acties gericht op onze specifieke doelgroepen. Toch wel heel belangrijk. Hè. We willen toch zorgen dat ons Londerzeel solidair is naar alle burgers toe. En we weten dat de ene het al wat gemakkelijker heeft dan de andere. En daarom hebben we, zoals de buurttafels, dat is om toch mensen dat het in Londerzeel, om dat connectie met Londerzeel te krijgen, die buurttafels zijn daar perfect voor, maar dat gaat niet zomaar heel makkelijk. Daarom was het idee van met een schone verpakking een wenskaartje en dan dat wenskaartje vanuit ons welzijnsloket toe te voegen. Dat zou vooral gaan naar onze cliënten van ons welzijnsloket. Wat we belangrijk vinden is, we weten dat er alleenstaanden zijn, ook 18-plussers. En dat is toch in deze tijden niet evident. En daarom zouden we daar ook een warme boodschap naar willen sturen. We zouden daar ook, omdat we weten, we voelen toch ook aan dat die sociale kaarten en al die info er komen over vragen, dat toch niet altijd evident is. En daarom hadden we gedacht van, kijk, op deze moment is het toch ook ideaal om deze mensen een keer te laten zien, kijk, wat meer info over die sociale kaart te geven. En dan hebben ze toch wel, dan weten ze toch waar ze naartoe kunnen. Hè. Dan de winterprik. Dat was ook omdat we weten, als er mensen thuis zitten en het zou sneeuwen of het zou ijzelen, dat we toch nog eens oproepen, zoals we dat ook gedaan hebben tijdens de eerste lockdown voor corona, dat we zeiden van kijk toch eens bij uw buren of dat er niemand in de problemen zit of dat uw gebuur toch alles oké is. Zouden we ook willen aangeven van kijk mannen, als uw geburen, als dat al wat een ouder koppel is of die mensen zijn niet goed te been, probeer misschien daar ook wat sneeuw vrij te maken. Hij probeert ook een soort terug dat solidariteitsgevoel proberen los te maken bij onze Londerzeelse burger. En dan ook zeker niet te vergeten is die belronde. Dat was een heel mooi initiatief. Dat is heel goed onthaald geweest van de mensen die opgebeld zijn. Het gaf ook de mensen die het deden, de vrijwilligers en de mensen van onze diensten, gaf het ook een heel goed gevoel om eens te luisteren naar de mensen. Hoe gaat het met jullie? Kunnen we iets doen? Kunnen we iets betekenen? Dus we wouden zeker ook dat niet laten mankeren in onze Londerzeelse winter. De dagen worden donkerder. Het is al eens leuk dat je iemand aan de lijn hebt waar je een klap mee kunt doen. En voor de andere kant van de lijn is het ook eens leuk om die mensen ook iets te kunnen doen. Dus eigenlijk, dat was het voor... budget daarvoor. Dat is vooral die kerstkaartjes dat toch wel wat centen gaan kosten. Is ongeveer een 2000 euro. Nu, voor communicatie hebben we ook... We hebben die wandelingen, we hebben die leuke plekjes. We hebben alles een beetje aangekleed. En daarom hebben we ook aan onze burgers gevraagd van kijk, zoals dat we dat in de Londerzeelse zomer hadden gedaan. Maak eens groeten uit Londerzeel, was het toen. Nu is het van, maak eens een leuke foto of een warme foto. Dat je zo Londerzeel is, jij en Londerzeel in de picture staat. En stuur die op.
Dat is ook een wedstrijd aan verbonden. We gaan die echt jureren, die foto's. En aan de hand van dat zouden we... De winnaar komt eigenlijk op het eerste blad van onze GIL. Ik denk dat het januari of februari zal zijn dat die dan wordt getoond. En binnenin natuurlijk in onze GIL zullen dan ook heel veel leuke foto's van deze periode worden gedeeld. Maar de winnaar zal op de eerste pagina staan. De winnaar trouwens krijgt ook een cadeaubon hiervoor. Dit is ook om onze Londerzeelenaar een beetje mee te betrekken in het verhaal. En op deze manier kunnen we dat ook wel een beetje in gang zetten. Dat was het volgende. Ik ga eens even meevolgen. Hè. Ja, dus dit is eigenlijk het hele communicatieplan van onze Londerzeelse winter. We willen ook proberen om terug dit te visualiseren. We hebben ook geleerd uit onze fouten. Er waren ook terechte opmerkingen trouwens van jullie als collega om te zeggen van, ja mannen, dit moeten we toch misschien wel anders aanpakken op een andere manier. Want met die stickers allemaal op de grond en zo. En dat heeft ook wel wat tijd gekost om dat terug op te kuisen. Maar langs de andere kant, als je niks uithaalt of niks probeert, dan zal er ook nooit iets komen. We hebben eruit geleerd en nu gaan we toch wel op iets andere manier. We willen het ook wel wat meer in de picture zetten, maar misschien wel op een andere manier. Dus eens even zien. Dat is ook wel ietsjes duurder terug. Dus terug die huisstijl voor die grafische ontwerpers. Deze is niet echt het ontwerpen van het logo, maar al die, alles wat daar rond zit om het aan te passen. Als we het aan het rollerschaatspark iets willen doen of als we aan het AC iets willen doen. Ja, het is geen 9000 euro meer natuurlijk. Het is veel minder geworden, maar die mensen moeten hier en daar wel iets ontwerpen om het goed te zetten. Dan het drukken van de flyers, het drukken van affiches, de deling van de flyers, de fotograaf voor de foto's en dan de banners. Dus dit is een impact van 6200 euro. Maar zoals ik ook gezegd heb in het begin van, de slides, heb ik gezegd van dit is niet dat wij nog extra aan budgetten hebben gezeten. We hebben ook gewoon geprobeerd met alles wat we hebben van centen, dat we niet hebben kunnen laten doorgaan te gebruiken om op andere manieren Londerzeel in de kijker te zetten en toch nog aan de mensen in deze coronaperiode toch nog iets terug te geven en er iets leuk van te maken voor de volgende paar maanden. Dus dat is een beetje Londerzeel verlicht. Ik wil ook even zeggen, ik wil dat toch zeker aan onze medewerkers, want het was overschrijdend aan alle diensten. En dat is... En dat is niet veel aangestoef, ik wil dat zeker niet doen, maar ik vond dat ongelooflijk een mooie appreciatie naar onze diensten toe. Naar al die mensen waren ook super blij dat de minister het een best practice vond. Dat hem het eigenlijk in de kijker wou zetten. En daarom was eigenlijk Zomerzee, die was hier niet om dat hier af te trappen eigenlijk, zoals het in de krant stond. Maar die was eigenlijk om eens te komen kijken, hoe hebben ze dat hier in Londerzeel nu gedaan. En er zaten toch wel een paar belangrijke dingen tussen dat hij zeker ook naar andere gemeentes wil gaan doorgeven. Om te zeggen van kijk, probeer dat op die of op die manier aan te pakken. Dus ik vond dat een enorme appreciatie, meer naar onze diensten en naar al de mensen dat je hier in die projectfiche ziet, als naar mij toe, of naar het college toe. En dat wil ik toch ook even zeggen, dat toch wel gezien geworden is buiten onze grenzen van ons Londerzeel heen. En dat heeft heel veel mensen ook plezier gedaan. Ja, merci Dili. Zijn er vragen of vragen over? Ja, ik heb een paar dingetjes, Cookie. Ja, misschien. Ik begrijp me niet verkeerd. Alle moeite dat erin is gestopt, is tof. Maar wat ik wel een beetje een probleem heb, is met de laatste gemeenteraad. Hadden wij gevraagd voor een idee of een soort van overzicht voordat het ging beginnen eigenlijk. En we zien de lichten al overal ophangen. Er zijn al verschillende dingen gebeurd. En we krijgen nu pas ons overzicht. En dat vonden wij wel een beetje jammer. Als pro zijnde dan. En wat ik ook wil zeggen is... ik snap het doel van de lichten niet zo goed. Is dat tegen de eenzaamheid? Of is dat voor mensen samen te brengen? Maar het mag allemaal niet. Dus ik snap het niet zo goed. Zijn dat de vragen of waren er nog misschien? Nee, dat is het. Oké. Dus de eerste gun ik... Ik ben eigenlijk met een slide ook begonnen een beetje ermee. Van kijk, dit is een
project dat in onze reguliere werking zat. Ik heb dat ook gezegd tegen Thomas en mij vroeg van ik wil daar alles van zien. Hij zegt, ik wil dat voordat er iets gebeurt. Ja, dit was allemaal al in motion. Ik heb de eerste mogelijke datum geprikt. Ik denk dat Anne ook onmiddellijk na de gemeenteraad direct geprikt heeft om het zo snel mogelijk uit te leggen. Er zijn ook al acties die nog niet gestart zijn. Maar in C, ja, dat moest niet per se aan de gemeenteraad of een commissie. Er is ook heel veel vrijheid gegeven aan de diensten om er iets mee te doen, om er iets corona-proof mee te doen. En dat is het resultaat. Ik wil, ik wil jullie dat zeker niet onthouden, hè, dat jullie dat niet mogen weten, met veel plezier. Jullie mochten dat ook opgevraagd hebben als je daar iets meer info over wou. Maar ik wou daar ook aan iedereen tegelijk ook wat duiding aan geven. Dat is een beetje het antwoord op de eerste vraag. En de tweede vraag, ja, die lichten, doet er al iets toe of niet? Ja, ik weet ook niet, de afgelopen 1000 jaar, of toch 100 jaar, denk ik, of 2000 jaar, van ons dossier, zeker er niet mee zeker, gebruiken mensen licht als het gevoel van samenhorigheid, als het gevoel van ik voel mij thuis, het gevoel van gezelligheid. Dat is wat we eigenlijk wilden creëren. Willen we daar mensen mee bijeenbrengen? Nee, het is een wandeling. Het is dus, je kunt gewoon vertrekken wanneer je wilt, je kunt naar huis gaan wanneer je wilt. We hebben ook geen moment geprikt om iedereen te zeggen en nu gaan we het licht aansteken. Het licht is aangestoken geweest. We zijn alleen eens rond geweest met de minister, dat was alles. Maar voor de rest is het echt coronaproof allemaal verlopen. Dus ja, het is om mensen te verbinden, Moussie. Ik denk, ja, waarom zetten mensen een kerstboom? Omdat dat gezellig is, dat is leuk hiernaast te hebben. Dus dat is eigenlijk de bedoeling van heel dit verhaal. Als jij daar anders over denkt, dat is natuurlijk volledig... u mag dat doen en als jij het ervaart. Maar ik denk dat heel veel mensen daar toch wel een klein beetje troost en geluk in vinden om het zo gezellig te maken in ons dorp. Maar de gezelligheid, snap ik, maar het gaat toch mensen lokken dat bijeen gaan blijven staan op plaatsen waar dat het niet mag? Ik heb daar op dit moment nog geen weet van. Het is ook een wandeling die je kan doen met QR-codes. En we kunnen wel eens iets zien. Maar ik heb op dit moment nog geen weet van samenscholingen op aan gebouwen of tijdens de wandelroute. Is nog niks opgemerkt op dit moment. Het is lang genoeg. Het is niet gelijk als een winterwandeling in een stad, dat het op één moment of op één week allemaal doorgaat en je dan moet komen. Het is 2 maanden, ja. 3 maanden lang. Ja, dat klopt. Vrij gespreid ook. Oké, merci voor het antwoorden. Geen probleem, bedankt. Moest even de vragen. Gerda, je had een vraag. Ja, ik heb eens een vraag over rolschaatspiste. De rollerzeel. Ja. Ja. Heeft dat aantrokken? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk op dit moment nog niet weet, maar het staat nog maar van deze week. Dus ja. Ik weet niet, misschien dit weekend. Na dit weekend ga ik er misschien een beter antwoord kunnen op geven als we zien dat er in het weekend mensen zijn geweest. Ik wil ook even zeggen, stel er ook niet te veel van voor. Het is niet met wiepen en met slidings. Het is echt gewoon, we proberen het af te bakenen. En we hebben er zo een klein beetje een circuitje gemaakt. Maar het is nu niet te veel te zeggen. Maar ja, het is maar gewoon dat de mensen ergens toch een plaats kunnen om ja, ik ben er al geweest. Maar ik denk dat je aan de opstelling van die naders eens moet gaan zien. Want nu en daar een toegang van de parking af. En eigenlijk is dat niet nodig. Je moet eens gaan kijken of je dat niet anders kunt voorstellen. Inplanten, want dat is toch wel een gegeerde parking, vooral in het weekend. Hè. Ik ga zeker eens zien. Hè. Het is wel de bedoeling dat de parking even niet gebruikt wordt. Als er op dit moment mensen... Want als er auto's geparkeerd zijn op het rollerparcours, ja, dan is... Natuurlijk. Dus het is de bedoeling dat ze het niet gebruiken. Maar als je zegt dat ik toch eens moet gaan zien, ik wil dat zeker eens gaan doen om te kijken. Als je binnenrijdt via Sint-Jozefstraat aan de Bakker, kun je niet doorsteken. Hè? De Bloemstraat. Maar dat is eigenlijk ook een beetje de bedoeling, want er weer ook veel, ik heb daar ook van die buurt ook al wat klachten gekregen, dat er toch mensen gewoon plekken van langs de Bloemstraat en de kerk rondrijden, dat ze gewoon afsnijden. Dat die daar ook een beetje beu zijn. Dus... misschien is het geen slecht idee omdat nu even wat afgesloten is. Maar goed, ik zal eens gaan zien dat het toch wel veilig is. Als je zegt dat we... Ik kreeg daar een opmerking over dat dat lastig was. Ja. Ja, ik wil daar even in tussenkomen. Ik treed Dimi bij. Hè. Dat is effectief de bedoeling. Daar zijn trouwens nog plannen van van de vorige legislatuur. Waarbij het was aangegeven met de komst van die wijk daarachter. Die eigenlijk tot in de achtertuin van...
van het cultuurhuis staat, dat dat niet meer ontsloten kan worden van Sint-Josefstraat naar Bloemstraat en omgekeerd. En inderdaad, daar zijn al klachten van bewoners hè, die aangeven dat het wel is, ja, het is een gemakkelijke slaapweg hè, of een shortcut. De bedoeling is dat het nu natuurlijk, als daar kinderen komen aan en afgereden met hun fietsken om daar dan te komen rondschaatsen of weet ik veel wat, ja, is niet de bedoeling dat daar auto's nog kunnen passeren. Dan kunnen wij geen veiligheid garanderen voor die kinderen. Dus ja, dit is inderdaad al eens een goede oefening voor wat er naar de toekomst toe moet komen. Hè. Ja, ik heb die vraag gesteld. Ja, zijn er nog vragen in verband met... Je kunt... Als je graag iets wilt weten of zo, kun je altijd naar de dienst bellen. Hè. En het is niet dat die mensen die niet willen helpen, als jullie een vraag hebben. Maar ik wou toch ook, allee, omdat de vraag op de gemeenteraad was, dus, pak ik toch eens even zelf ook toelichten dat jullie allemaal goed wisten over wat het gaat. Koen vanaf, heb ik een vraag? Ja, in verband met de Sint, daar staat geen budget bij. Maar ik meen toch een filmpje gezien te hebben. Van die... van het begin, van de verwerking. De vonkels. Ja, die worden stopgenomen aan Diepenstein of zo. Is dat zonder budget gebeurd? Of, Oh jongen, ik kan het hem eens vragen, maar ik denk dat die jongen geire vrijwilligerswerk doet en dat hij geire wel eens voor de camera staat. Dus misschien dat die jongen dat gewoon... Nee, dat budget is op college geweest. Maar wat was dat dan? Want ik weet het ook niet meer. Want het staat niet in de fiche alleszins. Wel een budget dat ervoor voorzien. Spelen weet jij dat misschien? De Michiel die heeft een cadeaubon gekregen. Is de Michiel, het filmpje van Michiel dat je bedoelde? Ja. De Michiel heeft een cadeaubon gekregen van 25 euro. Ah, okay. En dat was vorig jaar ook zo voorzien, omdat hij toen ook... Ramon gespeeld had, dus die heeft dezelfde Londerzijnse cadeaubon gekregen. Okay, en voor de rest heeft hij dat inderdaad met plezier gedaan voor de gemeente. Ja, het verschil lijkt me nogal groot tegenover andere filmpjes dat soms moeten gemaakt worden. Daarmee dat ik het nogal bizar vond dat er geen budget tegenover stond. Wat bedoelde mij het verschil, Koen? Omdat er de voorbije maanden nog filmpjes gemaakt zijn, dat er een ander budget tegenover stond. En dat er dan nu tegenover deze filmpje geen budget staat. Ja, als je een vrijwilliger vindt, is het dan goedkoper. Ja, absoluut. Zeker en vast. De Michiel heeft zichzelf aangeboden en wat dat zeer graag doen. En ik vind dat hij inderdaad... het is nu niet omdat mijn buurman is, maar ik vind dat hij dat schitterend gedaan heeft. Dus ik vond dat tof dat hij zichzelf aangeboden heeft. En, ja, absoluut. Zeker en vast. Ja. Ik vind dat ook tof. Ja, dat was goed. We waren allemaal tof in. Ja, straks is de maatschappij, dus ik weet niet, als er nog specifieke vragen zijn, je mag me ook altijd bellen, trouwens. Dat Oké, okay, ja, dank u. Dan zijn we rond. Merci. Hallo. Zien we elkaar zo'n week, de maatschappij.